Hey, ik ben Elijah, ik ben 10 jaar en ik wil later musicalster worden. Voor deze speelverzoek een Marokkaanse jongens. Nee, dat ben ik dus niet. Voor een leuke kinderfilm zijn we hard op zoek naar Turkse meisjes van... Nee, ben je... Nee, dat ben ik ook niet. We zitten in de schuldsanering. Dat betekent dat we gewoon niet zoveel geld hebben. Ik wil gewoon even kijken of ik iets kan vinden om centjes mee te verdienen... zodat het met ons ook weer wat beter gaat. Als ik later gewoon echt veel geld heb en ik word beroemd en ik krijg veel centjes... dan ga ik gewoon een villa voor mijn moeder kopen. Mam? Huh? Je hebt iets gevonden. Nu naar bed. Een donker jongen met een Nederlands accent. Ik denk dat het ooit voor mij is, want ik ben Surinaams. Ja. En je hebt een Nederlands accent. Mama moet ook even weten hoe het zit met de reiskosten. Want je weet dat het niet zomaar kan. Even met oma overleggen of we de auto kunnen lenen. Hoi oma. Hoi mappie. Ladies and gentlemen, it's start time. En wat? Moeder en mijn oom en mijn opa en oma, die zijn natuurlijk allemaal wit. Ja, is goed. Ja. Oké. Okay. Maar ik heb een kleurtje en het komt omdat mijn vader Surinaams was. Ja. Hoi. Hoi. Muziek is ongeveer wel mijn hele leven, want mijn vader is ook heel veel bezig geweest met muziek. En die kreeg ook heel veel kansen. En sommige heeft hij ook genomen, maar heel veel kansen heeft hij niet genomen. En daardoor ging hij de mist in. Vroeger was het gewoon heel leuk. En werd ik geboren, iedereen was blij. Toen ging alles gewoon, in één keer ging het gewoon alles mis. Mijn vader heeft vooral mijn moeder heel veel pijn gedaan. Maar echt ook letterlijk pijn gedaan. En toen zijn we naar een blijf van mijn lijf huis geweest, waar ook andere mensen wonen. En daarna zijn we gewoon naar mijn opa en oma gegaan een tijdje. Toen was het gewoon weer leuker. Toen ging ik ook in de tuin spelen, zo met mijn oom. Ja, toen werd het echt weer leuk. Ik beschouw Erik gewoon als mijn vader. Ja, maar hij is niet je vader, hij is je oom. Nee. Je hebt een vader, maar die zie je niet. En Erik is gewoon je oom. Stel je nou voor dat je op een dag je vader ontmoet... en dan stel je je oom voor als je vader. Kan toch niet? Nee. Nou dan, dat is toch gek? Ik heb een manier gevonden om met de dingen uit mijn verleden om te gaan. En dan heb ik dus de prullenbak en de grote doos van het leven. En de prullenbak zijn alle dingen uit mijn verleden. Maar de dingen van het leven, dat ik echt mee heb gemaakt, zoals de musicals en de film, dat doe ik gewoon allemaal in de bak van het leven, want dat wil ik gewoon nog meenemen naar de rest van het leven. En ik hoop dat er later ook nog dingen komen die ik ook weer in de bak kan doen. Zoals de carrière en de villa, die ik hopelijk ga krijgen. Hallo, ik ben Elijah, ik ben 10 jaar. Actie. Floris Jan, bountyman van me. Je hebt een ernstig probleem. Haal je er buiten, jongetje, bounty. Hey, jongens, kappen nou. Hey, kan je? Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik woon 2 keer in de week bij mijn opa en oma, zodat mijn moeder heel goed kan werken met haar studie, zodat ze een betere baan kan krijgen. Waarom prak je het eigenlijk altijd, opa? Als je prakt, hoef je minder te kauwen. Ik
Wie was de sterker? Oh, wacht. Wie was de sterker? Nee, ze die hij is op mijn oog. Jij! Echt? Hou op, man. Oh. Wat rusten. Hou van je. Wat rusten, hoor. Doei, doei. Wow. Oh, check hoe groot die huis is, man. Ja, man. Die potkroot. Zo, check eens. Wat is dit, man? Twee trampolines. Dat bedoel ik. Echt met fietsenrekken, alles. Ja, man. Dit zo'n huis zou ik kopen. Echt de ene kant voor mijn moeder. De andere kant voor mezelf. Ja, maar dan heb je wel weer nadeel van, je kan niet keihard de muziek draaien. Ja, weet je moeder ook weer dat je bezig bent, zeg maar. Dan kan je moeder ook niet slapen, dus dan zou ik gewoon een aparte villa voor haar kopen en voor mij. Maar toch, is huis is ideaal. Ja. Voor mensen die graag bij elkaar willen blijven. Hey, zo'n villa, ik zweer het je. Ene kant van mijn moeder, ene kant van mij. Ik zweer het je. Kijk, het is mijn vader. Het blijft mijn vader. Daar kan ik sowieso niks aan veranderen. Maar hij zit een beetje tegen de rand van de prullenbak aangeplakt. Want ik weet echt niet of ik hem in het leven moet stoppen. Omdat het toch mijn vader is. En dat ik toch gewoon mijn vader blijf. En dat ik misschien toch aan de ene kant nog heel veel van hem hou. Omdat hij ook een lieve tijd heeft gehad. Maar ik weet ook niet of ik hem gewoon in de prullenbak moet stoppen. Omdat hij zo gemeen heeft gedaan. En dat is gewoon heel moeilijk om die keuze te maken. Maar ik heb ook geen middenweg. Want het is de prullenbak of het leven. En er zit niks tussen. Maar ik zou hem wel een keer willen zien. Als de tijd daar is en jij oud genoeg bent en zelf die beslissingen kan maken, dan kunnen we het daarover hebben. Ik heb wel foto's. Mag ik die zien? Die mag jij een keertje zien. Weet u wat een achternaam is? Ja. Maar dat vertel ik je nog een keer. Dat is niet voor nu. Kijk. Ja. Ik heb niet tijd, want dan kan je er niet meer mee afdrogen. We zijn niet samen. Kom, schiet op. Goedemiddag, met Suzanne van Groencasting. Ik bel jou naar aanleiding van de casting die je bij ons hebt gedaan. Mm-hmm. En ik moet je helaas vertellen dat je het niet geworden bent. Je hebt het goed gedaan hoor. We gaan gewoon aan je blijven denken. En als er weer wat leuks is, dan gaan we je gewoon weer bellen. Dag. Dag. Gaat het? Je kan ook alle nullen wegdenken. Dan staat er 48 erbij 3. Wie van groep 6 weet al hoeveel 700 er bij 700 is? 1400. Luister, apenkoppie. Ja. Heel veel dingen kunnen niet. Maar mama probeert wel altijd een beetje te sparen, ondanks dat ze het zo moeilijk heeft, zodat we af en toe wat leuke dingen kunnen doen. Mm-hmm, ja? Dat weet ik. Wat staat hier? Hier zo. Ladies and gentlemen, it's star time! Oké. Mag ik je een handtekening? Ja, natuurlijk. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Doei! Die doe ik straks, als ik mijn hand van heb. Jij bent echt de coolste ezel die ik ooit heb gezien. Ik wil ook een musicalster worden, maar heb je nog tips voor me? Het zou doodzonde zijn als ergens een kans ligt en je ziet hem en je pakt hem niet. Ik heb gewoon keihard moeten knokken, net zoals iedereen. En dan gaat het jou ook lukken. Hm.
gedaan. Ja, ja. En als je wat wil weten, je kan me altijd op box. Later. Doei. In de doos van het leven, daar is wat nieuws bijgekomen. Want ik ga een auditie doen voor Junior Dance. Met mijn beste vriend ga ik dat filmen. En als mijn video wordt geselecteerd, dan mag ik op tv komen voor de volgende rondes. Mag ik weer opstaan? Ja, dus droog je haren maar. Dit is mama. En dan was mama de dansleraar. Serieus? Met ja. U zou ik dat vroeger echt wel verkeerd willen hebben. Kijk. Die mama was echt fanatiek met dansen. En dat was mama de beste vriendinnetje, Mirijsa. En wat is daarmee gebeurd? Want je klinkt als... Nee, er is niks mee gebeurd, schat. Soms dan groei je gewoon uit elkaar. Oh. Sommige mensen groeien nooit uit elkaar. Is het gek om te zien? Praat ze, mama? Oké. Waarom kijkt hij zo serieus? Omdat hij heel serieus kon zijn. Hij kon heel gek doen, hij kon heel vrolijk doen. Hij kon heel serieus doen en heel boos doen. Ik kijk echt op hem. Mm-hmm. Want echt, die vingers, alles, hè? Ja. Bent hij ook nagels? Dat weet ik niet. Geen idee. Niet toen ik hem kende, in ieder geval. Wat is er? Het gaat er allemaal door je hoofd. Verdriet, pijn, boosheid, kwaad. Waarom ben je kwaad? Kijk wat hij heeft aangedaan. Door deze manier zitten we hier. We hadden net zo goed in een eigen zinswoning kunnen zitten. Maar laat je, we zitten hier helemaal goed. We zitten niet hier door deze manier, we zitten hier door je moeder. Dus je moet er heel hard voor geknokt om hier te kunnen wonen, überhaupt. Ja? Oké. Okay. Maar het leven was een stuk makkelijker geweest als dingen anders waren gegaan. Maar het is zoals het is, toch? En het komt wel goed. Mama vecht hard. Jij doet je best op school. En ik heb je al gezegd, mama helpt je gewoon met je dromen. Mama is gewoon mama, papa en één. En je moet ook aan dansen en voetballen en kickboksen. Mijn vader zit nu iets hoger in de prullenbak. En er zijn nog veel dingen wat ik nog wel uit ga zoeken. Zoals hoe het met hem gaat en of hij veranderd is. Ik hoef hem nu nog even nog niet te zien. Maar als ik ouder ben, dan wil ik dat wel graag doen. Elijah, de mensen van de auditie van Junior Dance aan de telefoon. Als je altijd je eigen ding doet en je kan ze blijven grijpen. Gezonde spanning is goed, hè? Dat weet je. Dan zeggen ze op een dag zelf, ik bied jou een contract aan. En dan heb je je doel bereikt. Pop it up, you can't make it in for the name, I shit it cold, you can't make it in on. More than five over your bank to get it on. Roll up like that spike and get it on. Spike to fit it on, came to get it on.